quizvraag. Kent u deze man nog? Tegenwoordig trainer van Millwall onder 18, initialen DC en in het verleden spits in de Eredivisie. We komen er later op terug, maar eerst de wedstrijd tussen PSV onder 17 en Millwall onder 18. Mooie test voor de ploeg van Peter Uneke. Engelsen zijn natuurlijk altijd al een stuk fysiek sterker dan de leeftijdsgenoten uit Nederland. En nu zijn ze ook nog een jaartje ouder. En in de beginfase is het te merken dat Millwall de bovenliggende partij is. Veel kansen voor de ploeg uit Engeland. Dit is Easy. Hij schuift de bal voorlangs. Doelman Yuri Rouleau hoeft niet in actie te komen. Na die openingsfase bijt PSV wat van zich af. Komen ook kansjes voor de ploeg van Uneke. Hier één in de maak. Bossiers, hij probeert het, maar zijn schot met buitenkant links draait weg van het doel van doelman Harry Gurling van Millwall. 0-0 de ruststand. Uneke kan tevreden zijn. Hij zag dat zijn ploeg het moeilijk had. Maar het is waarschijnlijk ook het doel van deze oefenwedstrijd. Veel weerstand op weg naar de eerste competitiewedstrijden van het seizoen 2015-2016. Hier opnieuw Millwall. De voorzet van Chaseman. En de kans opnieuw voor Ize. Daar op de lijn Stefan Teunissen, die het oplost samen met doelman Arne Lekens, die na rust in de ploeg kwam voor Yuri Rouleau. Opnieuw Millwall, dat bouwt aan een aanval. Green, invaller aan de kant van de Engelsen. Smith. En aan de buitenkant is dit James Brown. Niet de zanger, maar de rechtsback van Millwall en hij krijgt een strafschop. Overtreding gemaakt door Davy van den Berg. Brown gaat naar de grond. En scheidsrechter Martens kan niet anders dan hier een strafschop voor geven. Smith achter de bal. Lekens op de doellijn, maar Smith met de 1-0 voor Millwall. Dik verdiend. De voorsprong dus voor de Engelsen. Maar heel lang kunnen de Engelsen niet van de voorsprong genieten. Want dit is Bossiers met een snelle vrije trap. En kijk dan wat doelman Gurling doet. Of tenminste wat hij niet doet. Hij blijft staan en Pirou met de gelijkmaker. Gigantische blunder van die doelman van Millwall. Had hier kunnen komen, had hier kunnen komen. Maar hij loopt achteruit. Pirou zegt dankjewel. En 1-1 is de tussenstand op de hertgang. En gesterkt door die goal gaat PSV op jacht naar meer. Lonwijk vergeet hier de bal. Fitzgerald, Smith. En dan ziet het er weer gevaarlijk uit wat Millwall daar laat zien. Hier is het Green met een hele grote kans zeg. Maar hij schuift hem in het zijnet. Laatste kans van de wedstrijd is er één voor PSV. Dit is Cody Gakpo. Gaat de combinatie aan met Sekou Sidibé. Gakpo, Sidibé en zo waar. In blessuretijd zorgt Sekou Sidibé voor de overwinning voor PSV onder 17. Zag er lang niet naar uit, maar de ploeg van Peter Uneke wint wel met 2-1 van Millwall. En tot slot, we komen natuurlijk terug op die trainer. Hier hebben we hem. Het is David Connolly. Speelde eind jaren 90 in de Eredivisie voor Feyenoord. Zijn ploeg verliest zaterdag met 2-1 van PSV.